Yo mensen, tof dat jullie weer allemaal kijken naar een gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Wits en vandaag ga ik een nieuwe video maken. Vandaag ga ik voor jullie, voor in Direct the Mode, een politieauto van de woestijn, of hoe je het wel kunt noemen, is Vinewood. Vinewood, ja, Vinewood, de wereldbekende Vinewood. Ja, die bergen allemaal echt kut hoor. maar nee, nu ga ik zo'n auto van de politie stelen. En ik ga hem in mijn garage zetten voor in Direct Mode. Voor als ik in Direct Mode natuurlijk speel. En dan ben ik zo weer bij jullie terug als ik hem gestolen heb. Tot zo! Oké mensen, zoals jullie achter mij zien, ik heb de politieauto. Ik heb mijn politieoutfit ook. Ik ben eigenlijk vergeten te filmen toen ik aangekomen ben aan mijn garage. Maar ja, ik film nu, dus let's go. We gaan al direct een klein padje doen. Let's go, in Vinewood. In Los Angeles Palito, Country. Palito Bay. In Palito Bay, mensen. We gaan de richting uit van Great Ocean. We zitten nu in Great Ocean Hurry. En daar gaan we dan. Hey. En dan gaan we deze even achtervolgen. Zo, wow. Hé, hey, wat doe jij, man? Hé, hey, wat doe jij? Politie, staan blijven. Staan blijven, politie. Oké, okay, hij gaat dood. Ah! Oh, kut, ik heb mijn politie vergeten af te zetten. Kut! Je ziet die wel achter je, maar... Ik heb Apple 7. Oh, fuck. Nee, nu is hij weg, kak. Ik wist het mensen, maar ja, dat boeit eigenlijk totaal geen reet. We gaan hier nu dus wel zo. Die twee mensen. Ja, die twee mensen, die zijn precies een jokje aan het roken, mensen. Zijn drugs aan het roken? Ja, drugsdealers, jongens en meisjes. We gaan even die rugzakken moeten onderzoeken. En ja, dat doen we van mogelijk aan het knopje dat ik dus een speciaal knopje via de mod van de LSPDFR heb kunnen installeren. Heb ik dus een speciaal knopje. Soms werkt die dus niet, dus ja, het kan ook een technisch probleempje zijn. Dus ja, ik ga het nu eens proberen. Oh fuck, ja, zie, het werkt dus niet. Ik zei het jullie toch, mensen. En ik heb dus echt LSPDFR, alleen, ja, die meldingen die werken hier niet. Politie staan blijven, Mogol. Ja, oké, okay, hij is dood. En nu die andere fucking Mogol. Oh, die is ook dood. Oh, we gaan dan nog eens een keer een schotje bijnemen, ze. Als moeten we even de special carbon nemen, hè, ja, zo. Ja, daar gaan we lekker. Hij is dood. Hé, hey, een dier. No, yes, motherfucker. Rij hem maar omver. Rij hem maar. We gaan hem zo op de baan schieten. Allee, Mogol, ga zit vast met de rug op voor. Zit jij nu serieus vast met de rugzak in de fucking grond? Aan de fucking kant. Zit met zijn hand? Hij heeft zijn hand gebroken, hij heeft zijn dingen gebroken, mensen. Je ziet het hier. Dus je kunt het hier zien. Zo, zie je, hier, ja. Hier, stik zijn stuk daarboven, ja. Dat is van Alex zijn, ja, zijn penis die verkeerd die rug is. Maar ja, ja, dat is een technisch probleem aan zijn lichaam. Hè. Daar kunnen de politiemensen eenheden natuurlijk niets aan doen. Dus ja, weet je, we nemen deze zo, deze gun zo. Nee, het is deze gun dat we moeten nemen, zo. En ik ga weer een nieuwe auto regelen en dan zie ik jullie echt nooit meer terug, want ik ga nu dood. Oké, okay, mensen, Renzo zit hier naast mij, dus ja, sorry, ja, ik ga even hier zo. Oké, mensen, let's go. Yo! Yo! Suicide bomber of die niet wil luisteren. Kijk, die gast, die parkeert zijn auto op de verkeerde plaats. Ja, je moet op de bommenplaats wel parkeren, hè. ga, ik stap uit en laat hem ploffen.
Ga weg lopen. Doei! Ja, sorry. Nee. What the fuck doe jij, man? What the fuck? Wacht, ik doe het, jongen. Zo. Ja, echt hè? Ik heb echt een LPD of va, jongen, die echt in die jammer kloten niet werkt, jongen. Gadverdamme. Ja, ik heb echt een LPD of va, dat staat op mijn computer. Op een computer? Ja, dat is echt. Ik ga PlayStation aan het spelen. Ja, wie zegt dat? Ik niet. Ja, je zegt dat ik op PlayStation aan het spelen, maar ik zeg dat ik op PC, allee, ik ben op PC bezig. Dus ja. Ja. Jij bent echt zo blind, ja, hè? Ik was even, dacht even dat ik die PlayStation, maar ik dacht even dat hij op een tv al bezig was, maar hij is op een computerscherm bezig, dus hij is een computer. Okay. Ja, hij speelt dus op een computer. What the fuck? Reflexen! Die verkoopt hier zonder belastingen, die gast. Go. Belasten. Bomma is dood. Ja, Mister is ook dood. Oké, we moeten deze auto stelen, mensen. Dit is een heist van Lester het Crashed. Dus let's go. We moeten nu naar het politiekantoor, want het politiekantoor die Lester is de invloedende aid killer. Hey, motherfucker! Ja, dat was Lester, hè, ja. We hebben even die zijn vrouw even gedood. Die gewoon. Doei! Ja, doei! Er is niks gebeurd. Hoe minder vrouwen, hoe rustgevender het is. Ja. Hier hebben we het. All guys will serve it on my game. Ja, ik weet het, ik kan het zeggen. Yo, motherfuckers. Yo. Tof dat je er ook weer bent. Hey, hallo. Goeiedag. Oh, goeiedag. Goedendag, welkom, we zijn op $10. Ja, $10, dank je. Wie zal niet doorrijden? $10. Ik ga het gewoon. Ja, dat is echt nou een hele mooie dood, hè. Ja, het is natuurlijk een natuurlijke dood. Politie kan er dan niet aan doen. Politie pakken? Ik zal eens van zijn LSPD FA een goede politie pakken. Ik ben totaal niet op directe mode. Nee, hij is echt niet op directe mode. Waar staat de politie? De emergency. Oh, nee. Emergency, motherfucker! Ziet je dat die staat? Ik zijn niet. Wacht. Ja, die IAA. Nee, what the fuck? Nee, wat een voilà. Kut. Zit niet in een dienstwapen? Ja, wat kan mij dat boeien? Zit niet in een dienstwapen? Ik heb niet eens een wapen, check het. Mijn zakje is leeg. Ja, dat is een meisje, daarom is een zakje leeg. Jij bent echt zo. Niet normaal. Geef ons de blobfies. Tap. Geef ons de blobfies. We gaan deze nemen zo. We gaan zo als sheriff. Maar ja, zo'n beetje zo. Dave, ja. Oh, Dave. Ja, mensen, ik ben hier bij fucking Dave. Nee, van New Kids Turbo. Hij me niet oprijden, of je krijgt de fucking... Ik krijg... Fucking loten nu. Kom. Zijn jullie fucking... Ja. We gaan er nog zoiets proberen. Oh, nee, ik ben fucking bijna dood, kut. Dat is wel sterkelijk, man. Zie
Neem de special curve, mensen. Stoppen, politie! Politie! Ik ga niet zeggen, maar fuck you! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mijn man, echt. Holy shit! De buren zullen wel denken. Oh, holy damn! Zet jullie kop even voor alsjeblieft, minder mensen die kijken, want hij roept je. Wat zit je? Wat is dat? Waar kan je in de neus? Ja, dat is allemaal kotsen. Ik heb het daar gisteren aan die gestoken. En nu zo. Hé, maar wat de fuck doe jij? Wat de fuck doe jij? Met je omverrijden. Dat heb ik niet tegenzoeken. Niet schieten. Wachten. Oh, die zijn in mijn bord. Dat is een goede politie, hè. Vorig jaar later dat ze een goede politie. Hé, maar dat wordt te maken dan, hè. Bij alle... IS komt dan. Die botsen daar ze beginnen bijna allemaal tegen. Niet. Wat de fuck ben je dat? Ja, doei, ik ben wel politie hoor. Denk ik. Denk ik. Neem me de fucking panto, mensen. Mijn eigen pantootje. Wow, nee, ik heb de panto nodig. De panto graag. Panto gevraagd. Dit is mijn mooie panto, mensen. Ja, de eerlijk gezegde RNW panto. Weet je, ik wil jou elk even laten zien, zo dadelijk. Oh, woehoe! Motherfuckers! FBI. Ja, kijk, check this out. Check this car. Check this motherfucking cut car. Dat is een elektrische wagen. Maar die rijdt echt wel zo fucking snel, hè? Check hè. Maar dat is zo cool voor als je zo'n missie aan het doen bent ofzo en je moet zo kei stil zijn, dan moet je zelf zo kei stil zijn. Kijk toch zo. Is dat kijk niet? Oké. Dat hoort je amper. Dat is een elektrische wagen, dat hoort je amper. Alleen als je sneller gaat. Wow! Ja, oké. Ja, mensen. Jullie weten het. Ik heb dus nu de FBI car. Nee, ik heb de sheriff car. Dus mensen, vanaf nu zullen jullie ook wat meer sheriff agenten zien. Allee, agent afleveringen zien. Op pad met de koninklijke marechaussee. Dat zal vandaag nog ook wel nog komen, zo'n aflevering. Maar nu ga ik even deze video editen. Dus ja, zie zeker die video, want ik heb er echt zoveel werk aan gedaan. Sowieso. Ja. En zo, zie ik jullie weer in de volgende video van Op pad met de koninklijke marechaussee. Laters!